Nou, daar zijn ze. VVV en Volendam. Voor wedstrijd nummer 28 dit seizoen in de keukenkampioendivisie. Je kunt toch echt wel stellen dat de laatste sprint is ingezet. De sprint wordt aangetrokken momenteel. De lead-out. En straks in het slot moet het worden afgemaakt. En Volendam hoopt het stiekem daarvoor al te hebben afgerond. Het binnenslepen van de promotie. Dan wel de titel in de keukenkampioendivisie. Het is bekend. Alte dat heel moeilijk verliest. Al 25 keer op rij niet. VVV op jacht naar een play-off ticket. Volendam aast op promotie. Onderschepping Mirani. Vecht om de bal. Uiteindelijk gewonnen door Volendam. Van Michem. Ulchik. Naar zijn broertje. Buur wil hem wel hebben. Dat is gezien door Walid Ulchik. Afvallende bal. Net niet voor Muren. Over de zijlijn gelopen door Karel Johansson. En dan een tijd voor een blessurebehandeling. Sedlacek is erbij gaan zitten. Je ziet de wanhoop in zijn gezicht. In zijn AZ-periode al geteisterd door blessures. En lichaamstaal verraadt een hoop vaak. Het zou dan hier ontstaan. Ja, die rechter enkel in een hoek. Waarin je een rechter enkel niet wilt zien. Waar je geen enkele enkel in wilt zien. Maar het is sowieso einde verhaal. Voor de Tsjech. Maar dit is sneu. Persoonlijk drama. Weer Van Michem. Bij de tweede paal. Wacht Muren en die knikt ernaast. Combinatie Van Michem-Muren. Komt weer tot het einde. Alleen, meestal is Muren wel trefzeker. Lange bal richting Muren. Die komt er niet aan. Hetzelfde geldt voor Derks. Nu is het 3 tegen 2. Volendam met het overwicht. Muren, tweede kans. Het balletje van Ulchik eigenlijk net een itsie-pitsie tekort. En dus kan er ingegrepen worden door Pasionik. Buur wijst al waar hij Oristanio naartoe wil hebben. Van Michem. Kan draaien. Van Michem. Die wil naar zijn linkerbeen. Dat moeten ze bij VVV toch ook weten. Schot van richting veranderd. En een redding van Van Krooi. Dit is je huiswerk doen. Dan weet je waar Van Michem naar op zoek is. Deul. James. Ulchik. Muren biedt zich aan. Ulchik vrommelt zich al langs en bedenkt zich dan geen moment. Fraaie poging. Lekker om naartoe te vliegen. Vol Van Krooi. Hoekschop Volendam. Die wordt weggewerkt door de Boer. Oristanio vangt op om opnieuw gevaar te stichten voor Volendam. En dat gevaar is heel groot. De vlag omhoog. Goal geannuleerd. En dus niet de 0-1. Als er ondertussen applaus klinkt vanaf de tribunes. Niet vanwege het vlagsignaal. Wordt de overleden supporter Guus Janssen herdacht. Omgekomen. De zinloos geweld tijdens het carnaval. Het spandoek vertelt eigenlijk alles. Deul. Buur. Strooien. Als je niet buitenom.
Olcic staakt gewoon de achtervolging. Die gelooft het wel. Laat het over aan zijn ploegenoten. En dat is niet echt verstandig, want er komt een schotkans voor Venema. En uiteindelijk de bal in de handen bij Lauwers. Maar toch opmerkelijk. Bilal Olcic laat gewoon zijn directe tegenstander lopen. Daarboven in beeld. Tong op de enkels. Laat maar gaan. Alsof hij gokt op een kans in de tegenstoot. El Asrak. Bennemar werkt weg. Schrooien. Daar komt de voorzet. Daar staat De Boer. En dan valt hij voor de voeten van Van Dijk. Maar die weet zich geen raad met die kans. En uiteindelijk komt er zelfs een Volendammer uitbraak. Die wordt hier teniet gedaan. Olcic. Mirani tot bij Buur. En die voorzet is ook weer niet goed. Het verhaal van de eerste helft VVV Volendam. In twee kansen over en weer. Eerst die voor Van Dijk. Dit lijkt een kwestie van binnenrossen en de arm omhoog steken om te juichen. Maar Van Dijk krijgt de eindjes niet aan elkaar geknoopt. Alle tinten groen ongeveer zichtbaar in dit shot. Als de muren wordt weggestuurd. Aanname op de borst. Uithalen, paal. Wat is hij dan doelgericht? Maar net niet doelgericht genoeg in dit geval. Lindhout wacht goed het voordeel af. El Asrak. Er is ruimte voor VVV om gevaar te stichten. En er is ook El Asrak. Dus er is ook een schot in de handen bij Lauwers. Hier had Ryan El Asrak meer uit moeten halen. Groene jas, duidelijk herkenbaar. Joey Veerman maakte zijn debuut in de laatste editie van VVV tegen Volendam. 1-0 voor Volendam. Goal Jaktuip. Matige trap Lauwers. Schrooien, korte hoek, binnenkant paal. Het zit Volendam niet tegen. Zoals Volendam het hele seizoen al het geluk aan de kont heeft hangen. Misschien wel het geluk van de aanstaand kampioen. Het is onzorgvuldig bij Volendam. Het hoeft maar één keer bijeen te komen en het is heel gevaarlijk. Zoals nu misschien Antonucci. Speelt zichzelf knap vrij. Maar van een ziedend schot is geen sprake. Wel een welgemikt schot, maar niet welgemikt genoeg. Bennemar. Olcic. Aardige versnelling. Olcic puntert hem voor. Maar niemand loopt er tegenaan. En dat is maar goed ook voor VVV. Antonucci. Buitenom. Vertrouwd. Vertrouwd. Zijn voetzoeker wordt wel tegenaan gelopen. Maar niet goed. Antonucci. Tonucci zou hem wel willen hebben, randje 16. Tonucci doet het zelf, binnenkant paal. En ook hier het geluk bij de defensieve partij. Haha, dit vind ik mooi. Tonucci daagt uit, jut op. Het uit het publiek. Net te weinig krul. Olcic.
Van ver, een streep. Scheert over de lat. Het net trilt. Maar het blijft nu. Mirani. Weer een uitbraak van VVV. Dat meer en meer speculeert. En met Venema hebben ze natuurlijk wel iemand die daarvan kan profiteren. En dat doet hij hier bijna. Net te zacht. Nick Venema. En Ben Amar doet de rest. Van Dijk, daar is Roemer. Is dit dan het moment? Lauwers. En zo mag die doelman zichzelf echt wel op de borst kloppen. Geel voor de Boer. En dat is zijn tweede. En de Volendammer gaat naar de kant. Geel in de eerste helft voor het vasthouden van Ulcik. En nu geel voor het behoorlijk stevig pootje haken van Vertrouwd. Muren vangt op. Is nog wel wat ruimte. Van Miegen bij de tweede paal wacht El Kadiri. Het gaat naar Deul en die knikt hem niet binnen. Wat een voortreffelijke redding zeg van Delano van Krooi. Averij voor de koploper in Venlo. VVV houdt Volendam op 0-0. Ook de laatste 10 minuten met een mannetje minder houdt VVV stand. En over de gehele wedstrijd gezien is het niet onterecht dat VVV en Volendam het bij een gelijkspel houden.